Was die ambachtsschool van vroeger nu echt toch beter en kunnen de leerlingen van de huidige bouwopleidingen inderdaad niet eens een hamer vasthouden of is het allemaal onzin? Harry Verhoeven, de gedreven directeur van de bouweducatiegroep in Veldhoven, wil op die vragen een antwoord geven door een bijzondere tentoonstelling die deze zomer het naoorlogse beroepsonderwijs in Eindhoven en omgeving in beeld gaat brengen. De tentoonstelling is bedoeld voor alle belangstellenden die met enige affiniteit hebben met het vak, maar ook vooral denk ik voor de ouders die voor een keuze staan om hun kinderen te adviseren en te helpen. Wat gaan we naar het VMBO doen? En wij willen heel graag natuurlijk die leerlingen hier krijgen. En wij geven daar ook enigszins mee aan welke kwaliteit we hier als opleidingscentrum bieden. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van een werkstuk uit de jaren 60. Schitterend, als ik dit zie, dan geniet ik daar gewoon van. Zo'n brug. Dat geeft zo'n kick als je dat soort dingen mag maken. En daar moeten we eigenlijk misbruik van maken om leerlingen te motiveren. Eigenlijk komt het uit. Ja, wat je toch niet allemaal op de kop tikt, hè? Als je dit ook ziet, die tekeningen, die werkstukken. Het is allemaal oud, dus moet het allemaal natuurlijk nog eens uitzoeken. Maar ja, werk hier 1950. Nog oudere examenwerkstukken zijn dit overigens. Die gaan we allemaal maken. Dat kan ik natuurlijk net niet. 1949. Dat zijn de originele overigens en dat is wel aardig. Ik heb hier ook films op de kop getikt. Het leukste is als we die straks ook in zo'n oude projector kunnen gaan draaien. Ik weet bij God niet wat erop staat, maar het is van de jaren 50, de voorlichtingsfilm. Dus ja, spullen genoeg om te exposeren. Ik heb hier nog wat gereedschap. Als ik zie wat mensen beschikbaar stellen, dus blijkbaar slaat het idee wel aan. Ja, dit is natuurlijk schitterend, kun je zeggen, wat moet je met je oude troep, maar toch de spontaniteit, die straalt er gewoon vanaf. Het is om een of andere reden lijkt het alsof dat materiaal spreekt uit die tijd. Zeg, God gebruikt me weer, maar dat is natuurlijk onzin. Ja, dit ook bijvoorbeeld, dat is natuurlijk schitterend, hè? 1945, na de oorlog, de oprichtingsvergadering van de ambachtsschool in Valkenswaard. Het heet overigens nog oprichting Rooms-Katholieke Avondnijverheidsschool. De Rooms-Katholieke, de broeders moeten erbij zijn. Maar dat is een leuke document voor herkenbaarheid ook te gebruiken. Ik wil bij deze ook heel graag een oproep doen natuurlijk om materialen ter beschikking te stellen. Ik heb inmiddels al erg veel verzameld, maar je bent natuurlijk uit op de noviteiten, heel bijzondere dingen. Het gaat eigenlijk om leermiddelen, documenten, foto's, diploma's, maar ook bijzonderheden. Ik heb laatst een werkschriftje op de kop getikt en als je dan ziet wat de leraar erbij geschreven heeft, dan geeft het ook iets weer van het didactische principe wat gehanteerd werd. En dat was niet mis hoor, dus ik wil nou niet praten over tucht en orde, maar er zijn wel heel veel zaken die met waarden en normen te maken hebben binnen het leerproces zoals destijds werd toegepast. En nogmaals, niet om terug te gaan, we leven in een andere tijd, maar laten we gewoon de goede dingen gebruiken eruit. Ik denk dat dat de relevantie is van de expositie.